Radio 538. Zeg, is er nog wat gebeurd de afgelopen maand eigenlijk? Nou, zo vragen wij ons af. Ja, net als je denkt april gaat hem niet worden, dan trilt de grond ergens op de wereld. En de wereld die krijgt het toch elke keer weer voor elkaar om je te verrassen. En ik hoor net dat we een gemiste kans hebben. Landt er een Russisch ruimteschip in een Friese boerensloot, is het geloof ik toch? Maar die zit er niet meer in, helaas. Daar komt hij. April doet wat hij wil, zeggen ze wel eens. Maar wat ons betreft was het meer... April maakt verschil. Nee, we zijn niet de Puma's geworden. Nee, ik bedoel, het verschil tussen waar je geboren bent was namelijk immens. Of je deze maand op de grond lag van het maagdenhuis of op de grond van de collegezaal van de Universiteit van Garissa in Kenia. Het verschil was levensgroot. Maar er waren meer verschillen. Of je in Europa bent geboren of er naar op weg in rubberboot. Is er leven? Is er leven voor de dood? Of je mag blijven of zelfs geen recht hebt op een bed of bad en brood. Is er leven? Is er leven voor de dood? Of de grond hier trilt of in Nepal, want moeder aardes kracht is groot. Is er leven? Is er leven voor de dood? Of je in drugs doet hier of Java, hier krijg je niks, daar krijg je lood. Is er leven? Is er leven voor de dood? Nou, goed, tot zover het opbeurende gedeelte. Zelfs wij zijn overigens allebei een mordicus tegen de doodstraf. Het is natuurlijk schandalig. Neem die leden van dat vuurpeloton nou. Die zou je toch gewoon moeten ophangen. Maar goed, we gaan even verder met wat dingen die ons allemaal raken in het hart. Ja, dat is een slechte woordgrap, ik weet het. Neem bijvoorbeeld de schokgolf die door het land ging... toen we met z'n allen even dachten dat we Irene Moors kwijt waren geraakt. Fiets gerust door het decor en geef de vloer eens een kopstoot. Er is leven na de dood. Ja, dat was toch even bijna Irene Moors dood. Maar ja, een slechte woordgrap komt nooit alleen. Zuig met je lippen aan een potje tot het ballonnen zijn en rood. Er is leven na de dood. Zie jij eigenlijk wel wat jij hebt aangericht, Henk? Met die tekst, met een zuigje op zijn tijd is niks mis. Ja, en over zuigen gesproken, goed ja. Overdag bij DNB, maar s'nachts en met zweep en latex bloot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. Dan even een kort blokje Amerikaans nieuws. Zat je gevangen bij Al-Qaeda tot een US-drone op je schoot. Er is leven na de dood. Ja, je vraagt je af wie heeft er vijanden nodig als je zulke vrienden hebt. Maar ja, Asterix en Obelix die zeiden het al. Rare jongens, die Amerikanen. Loop je in Baltimore te shoppen, trots met je flatscreen door de koopgoot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. Volgens mijn vader in de hemel is het alle dagen feest. En mijn vader kan het weten, want die is er geweest. Dan even een kort blokje politiek en sportnieuws door elkaar. Want ja, ga gerust de politiek in als je het als advocaat verkloot. Kijk, dat is leven na de dood. Mag je heel even het veld op, schiet het gelijk weer in je poot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. En dan die arme, arme Frank Masmeijer. Die schijnt inmiddels broodmager te zijn. Komt ie aan. Blijk je best lekker af te vallen van het Vlaams water en brood. Er is leven na de dood. Is misschien wel wat voor jou, Niels. Hij schijnt al 30 kilo kwijt te zijn. Ja. Ja, eigenlijk is hij natuurlijk 450 kilo kwijt, maar dat er zijn. Ja. Over afvallen gesproken, Marco Borsato dan. Komt hij aan. Krijg je een kilo's dikker beeld dan je eerst had in Madame Tussaud. Er is leven na de dood. En dat je ook op een andere manier wat gewicht kan kwijtraken, daar weet deze vrouw dan weer van alles van. Bruce J.
Jenner was eerst man, maar mist nu link en rechterkloot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. Heb je je doodsangst overwonnen? Dan is het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen. Want voor je het weet, ben je er geweest. En dan het absolute dieptepunt van de maand april. Ben je Formule 1 coureur, rijd dan gerust met een Renault. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. Tot volgende maand! Hey.